Ja, hallo allemaal. Oh. Dat is lang geleden. Eindelijk voelde ik weer de inspiratie om een video voor jullie te maken. Oh. En ik wilde dit even met jullie gaan hebben over harde noten. De start van de herfst. Vandaag is de herfst-equinox. Even mijn bevindingen eigenlijk van de afgelopen tijd. Ik weet niet hoe jij augustus, twee derde van september, ervaren hebt. Voor mij waren het harde noten. Harde noten. Harde noten die gekraakt zijn. Als ik heel eerlijk ben, en dat ben ik vaak altijd, zijn er eindelijk daar die doorbraken geweest. Waar ik heel lang op heb zitten kauwen. En wat ik ook zie in mijn 1-op-1 klanten, ook vooral vandaag, hebben er zoveel doorbraken eigenlijk plaatsgevonden. Dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe jij de afgelopen 2 maanden ervaren hebt. Wat er door je heen is gekomen. Wat je hebt mogen processen. En ook met name, ben je daardoor van slag geraakt? Hè? Want voor mij is een harde noot ook een patroon die zo hard en zo solide lijkt, dat er echt geen één mogelijkheid in te krijgen is. En toevallig, dat realiseer ik me nu. Ik heb vorige week een webinar gefaciliteerd op de energie van hopeloos zijn. En dat zijn eigenlijk alle harde noten in je leven. Waar je denkt, het is keihard. Ik krijg die noot nooit open. En ik krijg die vrucht nooit te zien. Het toeval wil dat hier bij mij in de omgeving hebben een aantal hazelnootbomen. En ik ben nu elke keer als er hazelnootjes liggen tijdens het uitlaten met de hond, ben ik die hazelnootjes aan het verzamelen. Dus elke keer vind je mij tussen de struiken met de hond. Wat ik al gewoon wel heel erg komisch vind aan zich. En toen dacht ik, ja, weet je, het is ook geen toeval. Weet je, ik kreeg elke keer ook heel erg het gevoel bij van, oké, ik pluk alle vruchten van de grond. Hè? Alle overvloed, alles wat gegroeid is. En dat is ook waar de hazelnootboom, de hazelaar voor staat. Het is echt vruchtbaarheid, weet je. Want die noot, als die harde schil eenmaal open is gebarsten, dan is als beloning daar die vrucht. En die vrucht is ook weer die symbool voor overvloed. Dus welke harde noten? Ik ben echt heel erg benieuwd wat er nu bij jou opent. Weet je, welke harde noten er bij jou in je leven zijn. En welke ook, waar je ook niet meer omheen kan. En dat heb ik ook echt gemerkt. Dat er een aantal dingen waren waar ik zelf gewoon niet omheen kon. En waar ik wel doorheen moest gaan. Simpelweg om bij die vrucht te komen. Wat ik ook ervaar is dat de veranderingen die er nu zijn, zo snel zijn. Zo snel dat je af en toe denkt, help, waar ben ik, waar sta ik? En waar ik de afgelopen weken vaker al boodschappen over heb gekregen. En dat was natuurlijk ook de frequentieboodschap die ik overigens al begonnen ben met het schrijven, channelen ervan. Dus die komt straks later vanmiddag. En het gaat er eigenlijk om dat jouw purpose in je leven, dat het jouw houvast is. En ik heb al meerdere boodschappen mogen geven. Dat jouw incarnatie nu op aarde geen grote grap is. Of een grote fout van het universum. En dat soms in al die lagere energieën die er zijn, hè, de controle, maar ook weer tekort, beperking. Ik woon naast Leiden, het epicentrum van Hollands Midden. Met allerlei fantastische berichtgevingen, hoge beperking. Hoe kun je bij je eigen overvloed blijven? Hoe kun je toch weer bewust worden van je eigen pad? Hè? Ben je ook trouw aan je eigen pad? Ben je trouw aan je verlangens? En raap je de overvloed op? Net zoals dat ik dat ook heel bewust heb gedaan met al die mooie hazelnootjes die op de grond liggen. En dat is het grappige. Want je kan leven vanuit de automatische piloot. En dat is heel... De meeste mensen leven vanuit de automatische piloot. Vanuit ik moet dit doen. Ik moet de kinderen naar school brengen. Ik moet werken.
Maar hoeveel vrijheid zit daarin in ik moet? Er zit geen vrijheid in ik moet. En op het moment dat je dat kleine woordje moeten al verandert in mogen, dan verandert er al heel veel. Ik mag. Ik mag de kinderen naar school brengen. Ik mag de kinderen van school halen. Ik mag werken. Yes, ik mag werken. Word je blij van het werk dat je doet? Gewoon wat vragen om even weer wat bewustzijn te openen in jou. Maar ook weer je terug te brengen in vertrouwen dat het pad dat jij nu loopt op aarde, dat dat voorbestemd is. Dat alles er al is om daar een fantastisch succes van te maken. Om echt jouw hemel op aarde te creëren. Want dat is waar we hier allemaal voor zijn. Jouw hemel op aarde te creëren. En als jij, net zoals ik, ook een aantal harde noten had, besef je dat je zelf ook de kraker in handen hebt. Dat je alleen maar die noot tussen de kraker hoeft te zetten. En jezelf toestemming te geven om die vrucht te laten openen. Want ik denk dat we allemaal wel weten, maar soms gewoon simpelweg vergeten. Zeker als het leven weer hard aanvoelt en angstig aanvoelt. En je het idee hebt dat je de controle kwijt bent. En dat je het pad niet meer voor je ziet. En al die... ik geef even in een heel kort, hoe ik me heel kort in augustus gevoeld heb. Ik was echt aan het voorprocessen op nu. Ik wist dat alles wat er nu zou gaan gebeuren, gebeurde. En toen vroeg ik mezelf af, Fem, hoe wil je hiermee omgaan? Hoe ben je hier in het verleden mee omgegaan? En hoe ben je hier uitgekomen? En het is zo verleidelijk dan om op de automatische piloot te schieten. Om gewoon met oogkleppen door te gaan. En denk ik, oh, het is er niet, het is er niet. Maar dat is niet waar het leven voor bedoeld is. Het leven is bedoeld om het in volheid aan te gaan. Om voluit te leven. Om je heen te kijken. Op de grond te kijken, om in de lucht te kijken, om alle kanten om je heen te kijken. En opeens te ontdekken dat er gewoon hazelnoten op je pad liggen. Hoe cool is dat? En ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het met jullie gaat. Waar jullie nu staan. Waar je behoefte aan hebt. Hé, hey, Maaike. En al de lieve mensen meer. Waar ben je? Waar sta je? Waar ga je naartoe? Vorige week heb ik een webinar gegeven over de angst om jezelf te zijn. En niet iedereen heeft die ontvangen. Mocht je die graag terug willen zien, ik plaats straks een link bij deze video. Ik wil even heel kort alvast iets vertellen wat ik over 2 weken al wil gaan doen. Ik ga een nieuwe challenge geven. En die challenge is de uitnodiging om voluit te gaan leven. En het grappige wil, ik denk dat jullie allemaal wel dat liedje kennen van... Andreas Junior, leef. En mijn dochter vindt dat echt fantastisch. En de hele zomer ook. Was de hele tijd dat uit zichzelf aan het zingen. Leef. Leef alsof het je laatste dag is. Leef. En dat komt dan ook weer. Dat is toch bizar, hè? Ik krijg alleen maar door harde noten. En ik zit te praten. En ik deel alles wat er door me heen komt. En ik denk, gaat dit nog ergens naartoe? Maar carpe diem. Leef alsof het je laatste dag is. Is ook pluk de dag. Carpe diem. Pluk jij de dag. Leef je van dag tot dag. En soms kan het heel goed helpen om te kiezen. Ik leef alleen nu. Ik leef alleen vandaag. Om terug te komen in het nu. Om je bewust te zijn van... Hey, hier ben ik. En in deze ene seconde hoef ik me niet bang te voelen. En in deze tweede seconde voel ik me weer veilig. En in de derde seconde weet ik dat ik hier nog ben. Dat er niets of niemand mij iets aan kan doen zonder dat ik daartoe toestemming voor geef. En dat al die emoties en gedachten en al die zware energieën die ik voel, dat die zijn iets van mij. Die zijn in het collectief en er hangt heel wat in het collectief. Er hangt heel veel in het collectief. Ik wil jullie allemaal uitnodigen om mee te gaan. Om steeds meer en steeds vaker te gaan kiezen om voluit te leven. Om alles uit het leven te halen wat erin zit. Voor jou. Voor iedereen. En dat is meer als waar je jezelf nu toestemming voor geeft. En die challenge is voor een hele kleine investering. 9 dagen coaching voor €33. Dus het is ook mijn cadeautje voor jou. Dus als jij voelt van shit, ik leef op de rem. Ik leef met oogkleppen. En ik wil eigenlijk op een andere plek staan. Ik wil eigenlijk meer piep
scheid hebben aan andere mensen. Dat is wat we ook gaan doen. Weet je, waar laat jij je tegenhouden en hinderen door wat andere mensen van je vinden? Maar waar laat je ook tegenhouden door wat andere mensen voelen? En dat gaat super cool worden. Dus ik zal daar nog meer video's ook over gaan delen. Dus voor nu, vandaag, verwelkom het nieuwe seizoen. Verwelkom de overvloed. Vraag om wonderen. En ontdek dat er wonderen al zijn. En dat hoe je je tot nu toe ook gevoeld hebt. Of dat nou echt slecht was en geen uitweg. Alles komt goed. Dat was ook een boodschap van mijn dochter. Ik heb geloof ik de tekening hier niet meer liggen. Maar ze wilde een regenboog maken. Mijn dochter is helemaal idolaat van regenbogen. Ze tekent heel vaak regenbogen. En ze had dan een kleurplaat uitgekozen met een regenboog. En daar stond onder, alles komt goed. En dat vond ik zo mooi. En toen had ik vorige week zo'n flauw testje gedaan. Op Facebook. Als je, wat was het ook weer? Als je geen mens zou zijn, wat zou je dan zijn? En toen kwam er een regenboog door. Alles komt goed. Ja, en alles komt goed. En dat vind ik misschien wel een van de mooiste boodschappen die ik jullie allemaal kan geven. Ongeacht waar je nu staat. Hoe je nu voelt. Weet dat alles goed komt. En weet dat alles goed komt, dat het ook een richting is waar je voor mag kiezen. Weet dat je daar nu voor mag kiezen om je open te stellen. Alles komt goed en zo niet dan toch. Nou, ik vind het heel mooi om dit berichtje af te sluiten. Hou de tijdlijn van de heldere bron in de gaten. Ik ga nog een gratis webinar geven. Ik heb een aantal supercoole webinars gegeven met mijn collega Cindy. Kortom... hele, hele, hele mooie boodschappen komen eraan. Mooie webinars komen eraan. En je hoeft alleen maar even af en toe te kijken op de tijdlijn van de Helderbron. Of het ook passend is voor jou. En dan nodig ik je uit om mee te gaan. Dus dank je wel voor vandaag. Uiteraard ben ik ook benieuwd dat de boodschap opent in jou. Mag je altijd met me delen. En ik wens je nog veel plezier van de zon. Die nog even door ons heen mag schijnen. Alles komt goed. Zo niet, dan toch. Bye bye.